Reuring presenteert in samenwerking met Kunst om de Hoek een live portretsessie. Reuring is een onderdeel van Theater aan de Slinger. Het is eigenlijk een beetje wat je om je heen ziet. Dat er in een foyer, waar op dit moment geen voorstelling is, dat er toch iets gebeurt. Ik ben lid van Kunst om de Hoek en wij zijn een platform voor Houtense kunstenaars. We organiseren samen met Reuring aan de Slinger deze live portretsessie. En volgend daarop een portretexpositie waar deze portretten ook komen te hangen. Hier in de foyer aan de Slinger wordt vandaag door verschillende kunstenaars aan portretten gewerkt door middel van diverse technieken. Doos krijtjes die hij in de winkel had. En met deze krijtjes ben ik nu meneer Hoenson aan het tekenen. Ik vind de kleuren eigenlijk het belangrijkste, als ik heel eerlijk ben. En ook de sfeer van de kleuren. Want ik vind dat die kleuren en een sfeer van kleuren maken eigenlijk ja, wat voor gevoel je bij een schilderij krijgt. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Boetseren bestaat eruit dat je gewoon heel goed kijkt. Dat je basis heel goed is, de basis van de diepte, de breedte. Ja, als je ermee bezig bent, dan ben ik helemaal zit ik erin. Als ik wil, zou ik 6 weken over een hoofd kunnen doen als ik hem maar vochtig hou met doeken en plastic. En dan moet hij aandrogen. Dan ga ik hem doormidden snijden, scalperen, uithollen en dan kan hij gebakken worden. Mijn techniek is vrij, ja, zou ik kunnen zeggen wild of wild, maar ik hou wel van het grote gebaar. En daarna ga ik steeds verder in, ga ik het al steeds meer fine-tunen. En daarom vind ik het ook wel fijn om zo groot te kunnen werken. Ik probeer altijd een beetje zo op armlengte te werken, dan hou je ook goed overzicht. Soms ga ik wat verder weg staan. Dus, en ik ben ook wel een beetje van het impressionistische. Dus ik ben niet echt heel precies en strak. Maar ik probeer echt te treffen. De portretten gaan later deel uitmaken van de expositie Houtense Koppen. De feestelijke opening van deze expositie is zaterdag 13 april om 16:30 in de foyer aan de Slinger. Het publiek krijgt dan de kans om een portret voor de publieksprijs te selecteren. Nou, ik vind het bijzonder knap, al die schilderijen en ook het boetseerwerk. Hè. Ja, ik mijn petje af voor deze mensen hoor. Ik heb dat eerlijk gezegd niet verwacht dat in zo'n korte tijd al een stukje duidelijkheid krijgt hoe het er al uit gaat zien, weet je wel. Dus, nee hoor, knap hoor. En applaus voor de organisatie. Goed geregeld hoor, alleen maar complimenten.